Goedemorgen, het is zondag en het is 10 uur. Ik was om 9 uur wakker, een beetje op mijn telefoon zitten spelen. Foefje ligt nog te slapen. Ik heb zin in een stuk cheesecake. Oh, en het weer echt super, super lekker. Maar, ja, weet je, ik kan wel een soort van staan en doen. En ik kan wel een beetje, weet je, bijvoorbeeld gisteren had ik best wel een leuke dag met Alisa en Mas en zo. Maar het is vooral heel erg zitten, liggen, zitten. En laptop en alles. En ja, ik heb wel heel erg zin om eigenlijk een beetje naar buiten te gaan. Maar ik kan niet echt. Want als ik dan 100 meter loop, dan heb ik al last, zeg maar. Ik kan niet wachten tot ik weer even een soort van normaal kan leven. Ik heb op woensdag dus mijn ziekenhuisafspraak. En dan daarna mijn eerste afspraak in Amsterdam weer. Dus ik hoop dat ik dan weer een soort van normaal tot leven kom. Ik ontbijt met een stukje limoen cheesecake. Ik heb trouwens al van Polaroid van de cheesecake gemaakt. Lol. Trouwens, Foefje zorgt nu de hele tijd voor mij. Dus ik ga nu voor Foef zorgen en thee brengen. Terwijl die daar ligt. Trouwens, hoe cute is mijn Tinkerbell mok? Die zie je ook op de cover van mijn boek. Die heb ik van Tat cadeau gehad. Right? So pretty. Qua kleurtjes, alles. Het is echt de meest schattige mok ooit. Mijn favorite. Als ik thee drink, dan het liefst uit deze. Foefje heeft een eitje gemaakt. Een omeletje met groenten en cheese. Siem heeft dus zijn balletje bovenachter in het kastje gegooid. Dus nu is Foef alles weg aan het halen om dat balletje te pakken. En Siem is erin, zeg maar, erin gekropen, heel cute. En ik pak hem, pap. Kijk, hij had hem zeg maar daarin gegooid. En nu zijn ze samen aan het zoeken naar het balletje. Wat is hier nou, Siem? Kijk, mijn mooie tulpen. Ze zijn open aan het gaan. So pretty. Ik ga mijn nagels even doen. Zijn dat hij zijn tunnel leuk vindt? Tuurlijk, Siempje. Hij zit in de wasmand. Oké, dit is er de afgelopen uren gebeurd. Als eerste ging ik mijn nagels doen. En ik ging proberen een fototutorial te maken. Maar uren geleden was dit, hè. Mijn vinger bloedt nog steeds. Want ik dacht, hey, oh ja, hoe ging dat ook weer met een nagelsnijdertje? Misschien moet ik dat weer een keertje doen. Still bleeding. Al een uur of vijf. Vervolgens zijn Jimmy Boy is gekomen en Hidden is gekomen. Zij zijn gaan skaten bij Cake Down. En Gregor's ouders zijn ook gekomen. Ze zaten met z'n allen hier heel gezellig. Ja, even cheesecake te eten en thee drinken doen en zo. En nu ben ik weer helemaal alleen thuis. En zit ik nog steeds met een bloedende vinger. Ik heb echt een hilarisch YouTube kanaal gevonden. Ik moet het met jullie delen. Hij heet Threadbanger. En daar proberen ze Pinterest dingen. En I love zeg maar Pinterest. Hoe zeg je dat? Van die Pinterest nail dit fail dingen. En zij checken dus of die Pinterest dingen wel echt werken. Deze is ook leuk. Dan ging ze glow sticks in nagellak doen. Hier, wacht. En dat is geïnspireerd op... Ja, ik ben echt zo'n skipper. Ik skip heel veel in video's. Hier. In ieder geval, ze gaat proberen dat te doen. En nou, dan moet je maar kijken, want het is dan de bedoeling dat die nagels helemaal mooi glowen. Hier. Zo vet! Ik dacht, wow! Maar uiteindelijk... Yeah! I love this! Wow, how to make glow-in-the-dark bubbles. Hier, ik blijf maar klikken. Kijk, daar hebben we Foefje en Jimmy Boy en Hidde. En Foef die heeft net een klap gemaakt. Nee, we zijn gewoon gevallen. Aww. Dus we gaan nu even naar het ziekenhuis. Ik ging Superman spelen. Aww. Ging niet helemaal goed. Drie keer daar waar wij zijn. Ziekenhuis, waar Foefje van de week nog even is. Ja. Jimmy Boy lekker kleuren. Dat heb je allemaal gemaakt. Een hele mooie bestas hier. Oh. Sad Foef. Foefje heeft gebroken sleutelbeen. Ja. Oh. Maar het is precies op het uiteinde, dus misschien hoeft het niet. Niet geopereerd. Of juist wel, was dit. Dus we moeten even kijken. Ik weet niet hoor. Nadelen zijn. Moet de breuk schijnen voor mooi te zijn. Zag een stuk. Het was een flinke mooie breuk. Dat is wel echt gewoon. Echt plop. Kijk, Foefjes crack. We zijn even gaan eten. Het is middags al 9 uur, geloof ik. Foefjes kip heb ik even gesneden. Ja, mijn kip is helemaal niet gesneden. Ik was er. Tja, Jimmy Boy heeft ook vlees. Mijn arme Foefjan hier. En mijn arme Foefjan daar. Wat zijn we toch durf samen, hè? Foefje is vandaag voor het eerst weer naar buiten gegaan. Weet je waarom? Of mij naar het ziekenhuis te brengen. Yay! Naar het ziekenhuis ben jij heen weg. Nee, ik ben dus er al weg geweest. Maar dit wel even een soort van, nu moet ik alert zijn voor Foef. Ja. Nu moet ik voor Foef zorgen. Hebben we nou dezelfde medicijnen?
Ah, dat wil ik ook wel weten. Nee, ik heb iets anders. Ja, wat heb jij? Naproxen Octavis. Want ik heb die Clofelina. Ik heb ook... Dus, hoe is dit ding hier kapot? Nee. Kapoe. Ik heb ook trouwens, voor degenen die dat interessant vinden, Tramadol. HCI Actavis. Dat is paracetamol. En hij moet heel veel, hij moet 8 paracetamol op een dag nemen ofzo. En dan daarnaast dat andere middel. Diclofenac. Diclofenac of diclofenac? Kijk ons eens met onze medicijnen. Hè? Ik wil ze al die namen weten. Ja, gelijk pro. Oké, wij gaan slapen. We doen volgens ze Nutella uit. That's right. We noemen dit de Nutella. Dat ruikt niet heel lekker ofzo. Het heet Mitella, maar het is Nutella voor ons. Nou, nu gaan we wat anders proberen. Jee, wel trusten. Bedankt voor het kijken. En tot morgen. Doei. And there it all starts. Avisa heeft 1 washi-stukje in haar notitieboekje geplakt. Hoeveelste is het? 15? 16, ja.